Jodie van Geven, we zitten op de rustdag van het NK in Mierlo. En je staat er heel goed voor. Ja, ik sta op dit moment op de vijfde plek. Daar ben ik heel erg blij mee. Mijn paard die sprong 2 dagen heel goed. Liep 2 dagen 0. De eerste dag begon ik op de 8e plek. En gisteren ben ik naar voren geschoven naar de 5e plek. Omdat ik 0 was en voor mij ook fouten werden gemaakt. En ja, morgen ga ik als 5e beste de startplek in. En ik heb er wel een goed gevoel over. Want mijn paard is op dit moment in vorm. En je kwam hier ook al met een goed gevoel. Dat was niet voor niets, hè? Nee, dat klopt. Ik heb 2 weken in de Red Sox voorbereiding gedaan. Mijn paard was heel safe. Sprong iedere dag 0 of 1 af. In de Grand Prix ook 1 af. Dus ja, mijn gevoel is goed. Is het voor jou verrassend dat dat podium ineens wel heel dichtbij komt? Ja, dat zeker. Want de top van Nederland doet mee. En het is nu mijn 2e jaar bij de senior. Dus zo heel veel ervaring heb ik ook nog niet. En ja, ik vind het gewoon hartstikke mooi om tussen die mannen nu al in te staan. Was dat ook het idee waarmee je begon aan dit NK? Ja, zeker. Je komt er natuurlijk voor om op het podium te staan. Maar of dat gaat lukken, dat is altijd een tweede. Maar we zijn in ieder geval al in de buurt. En behalve die hoge klassering, wat is het positieve wat je meepinkt van dit NK? Sowieso al ervaring. En Rob kan ook observeren, de bondscoach, hoe mijn ritten zijn geweest. En daar komen we ook voor. En het is het eerste observatiemoment op weg naar de wereldruiterspelen. Heb je dat ook in je achterhoofd? Ja, tuurlijk, denk iedere ruiter wel, maar dat is natuurlijk wel nog een hele lange weg. Voorlopig even kijken naar dit NK. Morgen podium, kan het voor jou niet meer stuk hier? Nee, 5e plek kan al niet meer stuk, maar als het nou helemaal in de buurt zou komen, dan kan mijn hele NK niet meer stuk. De 600 steden kijken naar Jordi van Verre en de NST-Jubilee.